Sportpark De Boekhorst tussen VVSB en Liende. Twee ploegen die vorige week verloren van een titelkandidaat. Want Liende verloor in de slotseconde van Katwijk met 2-1. Terwijl VVSB net tekort kwam bij Kozakkenborst. Dat werd 3-2. Arroyo in duel met Hak. Penalty, zegt scheidsrechter Van den Elzen. En dus de kans voor Liende om vanaf 11 meter de score te openen. Vorige week kreeg Liende ook al een strafschop in de wedstrijd. En is dit een pingel? Ik denk dat de scheidsrechter gelijk heeft. Ze hebben daar een specialist voor. Zijn naam Van der Merakker. En die schiet, beheerst de bal achter doelman Ruben Valk. En zo leidt de ploeg van Kraai. Dan VVSB. Op jacht naar die gelijkmaker. Die is goed gespeeld. Facunda is snel. De verdediger Facunda. Iedereen mist die bal. Behalve Bekoor. Want hij maakt 1-1. Op aangeven van El Osruti. Lekker begin van de wedstrijd. Twee ploegen die willen voetballen. Dan Liende weer. De voorzet richting Van der Merakker. Oh, fantastische goal. Nummer 17 van het seizoen voor de goaltjesdief van Liende. Dan de tweede helft. Pauw. En het is 2-2. Schimmel heeft geen antwoord op de inzet van Guido Pauw. Vrije trap van Josic. Ja, deze kan er ook nog wel in. 3-2. Doelpuntrijke wedstrijd. Heerlijke amusementswaarde tussen VVSB en Liende. 3-2 binnen het uur. Dan is het thuispubliek natuurlijk voorlopig spekkoper. Goed doorgegaan. En de moeizame reactie van Valk en in de naastoot. Nummer 3 van der Merakker. Ja, daar staat hij ervoor. Dit zijn typische Van der Merakker goals. En zo staat het dus 3-3. Met nog een kwart wedstrijd. Bekooi op snelheid. Bekooi is heel erg snel. Nog steeds Bekooi. El Osruti. En Bekooi met zijn tweede. Ja, hij was ook de architect van de aanval. En zo staat het 4-3. Tommy Bekooi met zijn tweede van de middag. Dan zitten we diep in de slotfase. En Broekhoff met de 4-4. Vorige week verloor Liende een punt in de slotfase. En nu pakt de ploeg van Kraai een punt.